Jean-Jacques de Hucht, het Vlaams parlement gaat straks hopelijk een resolutie goedkeuren van u, waarin u vraagt om de onderhandelingen met Turkije om toe te treden tot de Europese Unie, om die stop te zetten. Waarom? Wel, we zien duidelijk dat met het huidige regime van Erdogan de Turkse rechtsstaat in verval is. En die rechtsstaat, die fundamentele rechten en vrijheden die daarin vervat zijn, dat zijn juist de bouwstenen van onze Europese Unie. En het is dan ook, mijns inziens, onmogelijk om verdere gesprekken aan te knopen om een toetreding van Turkije te bespoedigen als we zien dat eigenlijk datgene wat ons bindt, juist datgene is wat in verval is in Turkije. In de resolutie vraagt u ook om de financiële steun aan het Turkse regime om toe te treden tot de Europese Unie, om die ook stop te zetten. Ja, natuurlijk, omdat het een is natuurlijk verbonden met het andere, de financiële steun van 4 miljard. Die is verbonden aan die toetredingsgesprek. En ja, het een vloeit daaruit voort. En ik vind het eigenlijk ontoelaatbaar dat wij een regime zouden financiële steun geven die elke mogelijke vrijheid, die juist die fundamentele vrijheden zijn waar wij voor staan, met de voeten treedt. En voor alle duidelijkheid, als we spreken over het regime van Erdogan, dan spreken we over het politieke regime. We spreken niet over Turkije, over de Turken. Ik vind dat wij als maatschappij dat ook heel duidelijk moeten stellen, dat er een verschil is op welke manier wij als Europese Unie kijken naar de burgers van Turkije en naar het regime, het politieke regime. En het fundamenteel probleem is dat vandaag eigenlijk de democratie die er ooit was in Turkije verder en verder aan het afglijden is naar een autocratie waar één enkel iemand de macht grijpt en dat is Erdogan. Oké, dank u wel.